Toon Jans, goeie namiddag. Proficiat met de overwinning. Ik hoorde net supporters de naam van Simon Vermeire zingen. Maar vandaag heb jij een goal en een assist. Wat vond jij van de match? Een heel belangrijke overwinning om te beginnen. Ik denk, we starten vrij dramatisch, heel slordig. Niet ons gewone niveau, zal ik maar zeggen, maar dan gaandeweg de eerste helft herpakken we ons toch. Hebben we het overwicht, niet te veel kansen, maar zij zetten een heel laag blok, dus dan weet je ook dat het niet zo makkelijk is om aan kansen te geraken. Maar ja, dan scoren we toch die 0-1, hebben we nog een aantal kansjes. En goed, ja, dan ga je rusten met 0-1. Dan weet je dat je op zoek moet gaan naar de tweede, omdat het anders nog wel moeilijk kan worden. Ik ga je even onderbreken, Toon. Dit is een zeer saai interview. Van gaat van cliché naar cliché. Kan je eens vertellen hoe de sfeer in de groep is, alsjeblieft? We winnen vandaag met Lokeren weer. Ik denk dat we een hele goede reeks bezig zijn. Maar wat zit er in de ploeg waarom we het zo goed doen? Kwaliteit. Dat is het voornaamste. En de groepsfeer is uiteraard ook heel goed, maar dat gaat hand in hand met de resultaten een beetje. Dus ja, jij wilt clichés of geen clichés? Jij bent geen cadeau om te interviewen, Toon. Proficiat met je wedstrijd, goal en assist. Volgende keer probeer het dit een paar wedstrijden na elkaar te doen en nu weer geen 21 matchen te wachten met een doelpunt, alsjeblieft. Dank u wel. Dag. Dag Hans Cornelis Steen van Sporting Lokeren. Vandaag een 1-2 winst op KM Torhout. We doen daarmee opnieuw een goede zaak. Wat denkt u daarvan? Ja, als je de andere uitslagen bekijkt, doe je een hele goede zaak. Het enige, ik vond ons tot de 2-0 eigenlijk vrij goed voetballen. En dan zie je met één lange bal, eigenlijk was er niks aan de hand. Dan raak je wel in paniek. En dan weet je dat Torhout, zoals in de heenmatch, met veel lange ballen gaat beginnen werken. En dan moet je hopen dat je daar stand blijft houden. En dan vond ik ons wel iets te weinig druk zetten op de bal. Dat ze te gemakkelijk die ballen konden gooien. Maar natuurlijk, het is een mooie overwinning. En we weten dat het hier altijd moeilijk is voor elke ploeg. Ik denk dat Cercle hier ook gelijk speelt, Oostkamp. Dus ik ben heel tevreden met de overwinning. Ja, ja, allez. Zit u deftig? Ja, zijn we klaar? Zijn we aan het filmen, ja? Oké. Okay. Gert van Wallen, proficiat met de belangrijke overwinning. Wat vond jij van de wedstrijd? Jij ook bedankt met de overwinning. Maar laten we daar beginnen. Wat denk ik van de wedstrijd? Dat een hele kutwedstrijd was. Als ik het zo mag zeggen. Zeker. Dat ze met een heel laag blok stonden, heel moeilijk voetballen. Maar dan komen we toch voor en dan denk je van het zal wel iets makkelijker lopen. Maar ze bleven in dat laag blok staan. Dus het was echt eigenlijk 90 minuten een heel ambetant voetbal. Maar we winnen toch met 2-1 en ik ben content. Het is nu al een cadeau om jou te interviewen, want Toon Jansens was verschrikkelijk saai. We komen 1-0 voor na een zeer goede combinatie. Dan krijgen we een penalty, maar de grote Gianni De Neve kende even een moeilijk moment. Hoe zie jij deze situatie? Ja, we zagen het ook al op de training. Ik dacht van Gianni, niet trappen. Maar hij wou hem per se trappen. Op de training miste hij ook al een paar penalties. Maar ja, nee. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. En ja, ik zeg het, volgende week mag hij weer een trap van mij. Natuurlijk, we geven hem volgende keer weer opnieuw. De andere ploegen laten weer punten liggen. Dus we doen weer een goede zaak. We spelen een zeer volwassen wedstrijd. En we pakken de zoveelste 3 punten op rij. Hoe zie jij het verloop van het seizoen, het verder verloop van het seizoen? Ik hoop dat we gewoon elke wedstrijd opnieuw winnen. En dan zou het mooi zijn dat we al 3 weken op voorhand kunnen zeggen misschien dat we kampioen zijn, maar eerst en vooral het belangrijkste is gewoon kampioen spelen. Maar hoe vroeger, hoe beter moest het lukken. Komt goed. Wat gaan we nu doen? Kaart.